Hey vuurvrienden, ik heb hier een Goldie Style Offset Smoker en die gaan we vandaag inbranden en seasonen. Trek ik eerst even het handschoentjes aan, want we gaan hem eerst even oproeren zodat de losse roest eraf komt. Al met alles zit best een heel klusje, want je doet het namelijk helemaal rondom de gehele smoker. Ja, die Goldie Style is wel een aparte, want het vuur gaat door de bocht de gaarkamer in, dus je hebt een betere warmteverdeling. Althans, ja, minder hotspots. Als we dan de binnenkant opgeroerd hebben, halen we de stofzuiger er doorheen. Ik wil daarbij ook gezegd hebben dat de binnenkant van de smokers altijd bij mij heilig zijn. En deze seasoning is daarom ook echt een onderdeel daarvan. Daarna nemen we een emmer met gloeiend heet water zonder schoonmaakmiddel en dan poetsen we hem dus helemaal na. Je vlees ligt hier namelijk uren in te garen en samen met de rook en de seasoning geeft dat smaak. Nu is hij dus helemaal nat, dus dan gaan we gelijk weer even opdrogen. Het is tenslotte wel 6 mm dik staal, hè? Kijk, dat is mooi. Hij is nu rondom vetvrij en stofvrij. Nu gaan we de binnenkant seasonen met groot varkensvet. Zo, hebben we de klep ook een beetje nagepoetst. En dan gaan we naar de buitenkant, want die moet natuurlijk in de gekookte lijn gedoven. Poets hem even lekker helemaal rondom erin. Dan kun je gelijk even de hele smoker goed nakijken. Haha, en dan gaan we ook nog voor deze in de fik steken. Dan maken we gelijk even wat splitten van een centimeter of 4 dik. Want dan brandt die egalig. Kijk, dat gaat perfect. Dan laten we hem ongeveer 2-3 uurtjes branden op 150 graden en is hij klaar voor gebruik. Oh, yeah!